Laat een bericht achter na de toon. Hi Sandra, met Mila. Ali en Yasser, die willen morgen bij de moskee zijn. Mila Romein belt met de burgemeester van Lelystad. De Curaçaose heeft een groot netwerk. En daarom hebben Adi Hussein en Yasser Bakker uit Syrië, die al enkele jaren in Nederland wonen, haar om hulp gevraagd voor getroffen landgenoten. De twee hebben kleren gehaald die Mila van andere Caribische Nederlanders heeft gehad. Mila heeft een winkeltje en helpt sinds jaar en dag mensen die het niet zo breed hebben. Goedemiddag. Hoe is het? Hi. Oh, jullie hebben ze erin samen. Leg ze maar even hier neer, dan gaan we ze zo meteen sorteren. We zijn bezig bananendozen te vullen met warme kleding. Truien, jassen, laarzen, kaplaarzen, winterlaarzen, kinderkleding, babykleding. Incontinentiemateriaal, hygiënemateriaal, laten we het zo zeggen. Van alles. Alles wat men daar nodig heeft. Het zijn geen afdankertjes en alles wordt eerst gecontroleerd en schoongemaakt voordat het in de dozen gepakt wordt. Alles wat in ons winkeltje komt, wordt gesorteerd, wordt gestoomd en door mij ingepakt. Dus alleen maar nette, schone kleren doneren wij. Hier hebben we warme truien. Die mogen ook hier in de doos. Mila heeft al een stuk of 10 dozen naar Turkije gestuurd. En op aandringen van deze twee vluchtelingen, Ali en Yasser, die Mila goed kent, gaan er nu ook spullen naar Syrië. Het is erg angst. De grensovergang bij Turkije helemaal dicht. Vandaag het is de vijfde dag en geen hulp naar Syrië, naar het gebied van noorden. Het is echt heel, heel ramp. Het is heel vreselijk daar. Want door de zo grote aardbeweging heel veel mensen zijn dood en onder de pauwen. En we hebben geen contact met sommige lid van de familie. Net op dat moment krijgt Ali een WhatsApp-bericht uit het getroffen gebied. Ja, ik heb net een bericht ontvangen dat mijn boerman en zijn vrouw en zijn 4 kinderen overleden door de aardbeving. Ja, het is zo. Moeilijke situatie en moeilijke slechte nieuws, altijd. Wil jij een briefje maken? Ja. Winterjassen? Dat zal ik doen. De Syrische vluchtelingen zijn blij met de hulp van deze Caribische vrouw. Hier zet ik me al 35 jaar voor in, voor de minderbedeelden. En wie met een vraag naar mij toekomt, wat voor problematiek dan ook, schuif ik het direct naar de organisaties die hen kunnen helpen. En in dit geval kan ik ze zelf helpen, omdat mensen goederen naar me brengen. We hebben heel veel en dat delen wij dan met elkaar. Mens is mens. Ja, hangt niet af waar kom ik vandaan of Mila vandaan. Ja, menselijke situatie hoeft geen grens te zitten tussen ons elkaar. Ik ben altijd bezig. Altijd bezig om mensen te helpen als, waar ik kan helpen. Je moet je medemens helpen als je dat kan. Ja. Ik vind het heel goed, want dat is een menselijke situatie. Ik moet alle mensen samen helpen. Er zijn een aantal Antillianen geweest met zakken, met kleding. Ze dragen hun steentje bij. Want echt, het is heel slecht daar ook. Ik zeg altijd, je moet helpen als je kan. Want nu zitten hun in die situatie. Maar wij weten niet of wij morgen in die situatie of een andere situatie zitten waarbij wij ook hulp nodig hebben. Jullie doen otro con amor, con bon corazón, lo que bodona, un día te regresa a Pablo.